Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Je zult zeggen, normaal begin je toch altijd met een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt? Nee, vandaag niet. Vandaag gaan we het hebben over lasergraveren, maar over een hele andere lasergraveerder dan ik gewend ben mee te werken. Hij is niet van mij, hij is van een bedrijf waar ik heel af en toe wat hobby lasergraveren mag doen. En daar ben ik altijd heel blij mee. En ik heb hem hier omdat hij volgende week meegaat naar een evenement waar ik het hoofd van mijn YouTube kanaal voor ben uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Het apparaat waar we het over gaan hebben ga ik aan je voorstellen. Ik ga hem je laten zien. Het gaat helaas af en toe een video worden waarin het niet zo heel erg gezellig is. Want ik heb toch wel heel wat kritiekpunten op dit apparaat. Desalniettemin ga ik hem laten zien. Hier komt hij, de Cubio 2. Hier is hij dan, de Cubio 2. Je ziet een mooi en fraai apparaat. Een beetje afgestoft worden. Hij staat hier bij mij in de huiskamer op dit moment. Simpelweg om wat mee test te draaien, omdat hij mee moet naar dat evenement. De Cubio 2, als je hem ziet staan, hardwarematig. Een fantastisch apparaat. Even iets wegleggen, zodat ik je dat kan laten zien. Hier namelijk is die Cubio. Het is helemaal een geboxt apparaat. Ingeboxt. En dat is ook precies de reden waarom de firma dit toestel gekocht heeft. Maar de firma komt niet erg lekker met dit toestel uit de voeten. En dat heeft allerlei redenen waar ik zo meteen op in zal gaan. Maar laten we eerst de hardware eens bekijken. Stevige metalen behuizing met daarbovenop, heel belangrijk, en dat is waarom het toestel gekocht is, een kap van oranje acryl die de laserstraal tegenhoudt. En op deze manier kan je dit apparaat gebruiken met je ziet al gelijk, er komt een een stuk metaal van afzetten en een stuk magneet. Het apparaat moet gebruikt gaan worden op evenementen. En op evenementen zijn er een paar dingen die natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Het eerste is dat de mensen die dat evenement bezoeken niet allemaal een laserbril hebben. En dat betekent dat het apparaat eigenlijk de laserstralen moet gaan tegenhouden. En dat doet dit apparaat dus aan de hand van deze keurige mooie deksel bovenop. Daarnaast heeft het apparaat achterin een filterunit zitten die ik ga schoonmaken. Die ervoor zorgt dat er niet al te gek veel vieze geurtjes naar buiten gaan. En daar verder achterin ook drie ventilatoren om dat allemaal af te gaan stoppen. Op zich dus allemaal hele goede zaken voor als je met zo'n toestel naar een evenement toe wilt. Hartstikke mooi, hartstikke prachtig. We zien vervolgens hier de X-as en Y-as in één. En daarbovenop de lasermodule. En die lasermodule, dat is wel een hele fraaie module. Laat me dat vooropstellen. Ik ga er eentje laten zien. Want we hebben er meerdere modules bij. Hier hebben we zo'n lasermodule die echt heel fraai is, heel stevig is, in metaal als het ware. Je kunt hem ook loshalen, maar dan moet je wel techneut zijn om daar wat mee te doen. Die lasermodules die zijn geleverd in een 3,5 watt versie, dat is degene die er op dit moment in zit. En een 5 watt versie, en die zit er op dit moment niet in, maar die is ook beschikbaar. Dan zit er aan de onderzijde, ik doe even de as naar achter, daar zien we hier een plaat zitten. En die plaat die is te verwijderen. Hij zit met een aantal schroeven eromheen vast en die is te verwijderen. En dat is ook belangrijk ook. Want een van de hele bijzondere kenmerken van deze Cubio is dat de hoogte is niet verstelbaar. En je kunt niet zoals bij welke andere laser dan ook zeggen van we draaien de kop omhoog of we draaien de kop omlaag of wat dan ook. Hij heeft een laserbereik. Beter gezegd, hij heeft een bereik van wat hij met deze plaat erin kan laseren van een centimeter dik. Alles dikker dan een centimeter,
gaat uit de focus komen en is dus erg moeilijk te gebruiken. Nou, de enige manier om dat op te lossen is die plaat eruit te schroeven en dan zeg maar het object wat je wilt gaan laseren lager te leggen, zodat je alsnog dikkere materialen kunt laseren. Ik persoonlijk vind dat erg lastig, want dat betekent eigenlijk dat je heel erg beperkt bent in je materialen of je moet steeds het apparaat ombouwen en dat is eigenlijk niet wenselijk. Maar goed, voor de evenementen waar het voor gebruikt gaat worden, is het niet zo'n heel groot probleem. Want daar gaat het erom dat je juist weggeefdingetjes kunt lezen voor iemand en die dan weg kunt geven. Even het apparaat omdraaien. Ik ga even de stroomkabel eruit halen. Zo. Apparaat even omdraaien. Dan zien we hier die ventilatoren zitten. Oh, ik moet hem laag. Zo. Ik zal hem even zo neerzetten dat u het zien kunt. Zo, dan zien we hier die ventilatoren zitten. We zien heel bijzonder een safety key zitten. Dat is een soort van RJ11 poortje, een telefoonpoortje. Waarin een safety key zit. Ik heb nog nooit een laser gezien waar een safety key in moet zitten. In dit apparaat moet een safety key zitten. En dat ding, dat werd aanvankelijk niet meegeleverd. En het heeft ons verschrikkelijk veel moeite gekost. Om dit ding geleverd te krijgen. Alsnog vanuit Taiwan, waar het apparaat vandaan komt. De firma Muhertz. Dan een WPS button. Voor de slimmerikken onder ons. Die zullen weten wat dat betekent. Want dat betekent dat die op wifi kan worden aangesloten. WPS is namelijk de methode waarbij je met één druk op de knop. Een router en een apparaat aan elkaar kunt verbinden. En vandaar die WPS button. Daarnaast heel bijzonder een sticker met daarachter een USB poort. En dat niet een gewone USB poort. Maar zo'n, zo'n bijna vierkante USB poort. Jammer echter is dat die alleen te gebruiken is voor onderhoudswerkzaamheden van de fabrikant. Want je zou dit apparaat het liefst natuurlijk op de USB-kabel van je PC aan willen sluiten. Maar helaas, op dit moment is dat onmogelijk. Ik zal er zo op komen hoe die wel aangesloten wordt natuurlijk. Stroomkabelaansluiting aan- en uitknop. Dat zijn de aansluitingen. Ja, krijg je jezelf natuurlijk afvragen van, ja, maar als je hem dus niet op de PC kunt aansluiten, hoe zit dat dan? Nou, dat kan ik je vertellen. Hij zendt zijn eigen wifi-signaal uit. En omdat hij zijn eigen wifi-signaal uitsluit, kun jij aansluiten op zijn wifi-verbinding. En hier komen de nadelige situaties tevoorschijn. De software die Qubio levert, die Muhertz levert, die is dusdanig slecht dat eigenlijk de PC-kant van de software, nou, die kan je echt gewoon gaan vergeten. Daar kun je alleen maar dingen mee kapot maken. En dat gaat never, nooit goed komen. Echter, er is nieuws aan de horizon. Want ik lees inmiddels dat Lightburn met een versie gaat komen. Alleen de vraag is wanneer. Dat kan nog wel een jaar duren. Maar waarmee ook deze Qubio 2 kan worden aangesloten. En dat zou natuurlijk een enorme welkome verlichting zijn. Ja, zul je je dan afvragen, maar je kunt hem dus eigenlijk niet goed via een PC besturen. Lightburn werkt nog niet, hoe dan wel? Nou, dat is precies de grap waar dus Muhertz op ingezet heeft. Muhertz heeft ingezet op het gebruik van tablets en telefoons. Je hebt dus een app voor een tablet of voor een telefoon. En die app kun je verbinden met de wifi van deze Qubio 2. En door die app dan te verbinden, krijg je wederom een beetje, ja, wazige software, maar wel software waar iets meer mee kan. En ik kan er gelijk bij zeggen, met de telefoon die ik gebruik, die Android heeft, vliegt de verbinding er permanent uit en is eigenlijk niet werkbaar. Maar als ik nu mijn Samsung tablet gebruik, dan gaat dat in één keer een stuk beter. Dus hij is te gebruiken, tablet of telefoon en dan met een app. Ja, hij is eigenlijk dus gemaakt voor de mensen die zich er niet echt in willen verdiepen. Daar lijkt het wel een beetje op. Ik zeg niet dat iedereen die dit koopt een domoor is, dat zeg ik niet. Maar het apparaat is eigenlijk heel erg beperkt in zijn mogelijkheden. En dat komt met name door de softwarebouwer. Dat is ook gelijk mijn allereerste kritiekpunt. Ik vind hardwarematig vind ik het een geweldig apparaat. Het is echt een heel mooi apparaat, hardwarematig. Werkt ook heel soepeltjes. Ik zal zo meteen een afbeelding laten zien met wat hij bijvoorbeeld maakt. Alleen
De software die geleverd wordt voor PC of eventueel voor tablet en telefoon is eigenlijk, ja, laat maar zeggen, ruk. En een van de nadelen daarvan, met name, is dat in die software, dat dit apparaat, hij kan een preview laten maken van datgene wat je wil gaan lezen. Alleen wat hij dan doet, is zeg maar de uitlijn van datgene wat je wil gaan lezen. Dus als dat de vorm van een hond heeft, dan wordt dat de vorm van een hond. Die trekt hij na, maar zonder dat er een lampje aan is. Dus je kan eigenlijk totaal niet zien van waar gaat hij nou eigenlijk lezen. Want dan moet je eigenlijk hier precies weten van waar nou die lezer zit. Ja, en dat is een hele moeilijke aangelegenheid. In die tablet software kun je dan wel zeggen van ik wil een raster zien op datgene wat ik, waar ik ga maken, waar ik ga tekenen. En dan kun je dat raster, dat is dan dus een centimeter bij een centimeter. En door dan uit te tellen kan je precies bepalen van waar dan hier het object moet komen te liggen. Nou, het gaat, maar om te zeggen dat het soepel gaat, dan zeg ik absoluut nee. Ja, wat is dan de winst van dit apparaat en wat is het nadeel van dit apparaat? Het voordeel van dit apparaat is, het is fantastisch mooie hardware, dat zei ik al. Hè? En dit is absoluut op een evenement te gebruiken. Heel simpel, dit kan je echt op een beurs neerzetten. En doordat de klep dicht is, ja, kan ik lezen wat ik wil, terwijl iedereen hier langs loopt. Stank blijft ook nog beperkt en vooral als je daar bijvoorbeeld een klein afzuigertje achter zet, dan al helemaal. Ja? Dus hardwarematig, prachtig apparaat. De beschermende deksel, hè, want dat maakt hem dus geschikt om te gebruiken eigenlijk zonder laserbril. Alles staat altijd wel aan te bevelen natuurlijk. Dan zeg maar de afzuiging achterin met die ventilatoren en dat filter wat daarachter zit. En het is te bedienen vanaf een tablet en een telefoon via een eigen wifi. Nou, wifi heeft natuurlijk wel een voordeel, want er zitten geen kabels aan vast. Alleen ja, nogmaals, die software op die telefoon en die tablet, als die goed zou werken in verband met die wifi die heeft, dan is het een leuk apparaat. Maar dat is lang niet altijd even het geval. Hè? Dus nogmaals, mijn Samsung tablet doet dat goed. Terwijl mijn Oppo Reno telefoon, nou, die klapt daar permanent uit. Nadelen van dit apparaat, en daar komen ze. De prijs. Want de situatie zoals die hier staat, met twee koppen, een 5,0 watt, hè? En 3,5 watt kop, praten we toch over ruim €1.600. En eerlijk gezegd, voor €1.600 verwacht ik niet alleen hele mooie hardware, maar ik verwacht ook state-of-the-art software. Ja? Dus dat is een hele slechte zaak. Ander nadeel, natuurlijk dus die slechte software. Nogmaals, in mijn ogen, ik heb wel eens gezegd, degene die de hardware heeft gebouwd, die moet eens in een enorme veren zijn achterwerk duwen. Degene die de software heeft gebouwd, die moet uit de vliegtuig laten vallen. Zo simpel ligt het eigenlijk bij dit apparaat. Ja? Dan, hij is dus niet te focussen en heeft maar een geringe werkhoogte. Dus jij kunt niet zeg maar de focus bepalen van het apparaat. Je kunt het niet een scherpere punt geven. Ik zeg daarmee niet dat hij slechte afdrukken maakt, want dat zal ik je zo laten zien. Dat valt wel mee. Ja? Maar ik heb dus een beperkte hoogte waarin ik kan werken in de huidige toestand niet hoger dan een centimeter. Dus het hout mag niet dikker als een centimeter zijn. De tegel mag niet hoger zijn. Laten we maar niet gaan beginnen over rotary tools en glas graveren, want dat komt helemaal niet voor bij dit apparaat. Ja? Het is absoluut niet duidelijk om te zien waar die nu eigenlijk gaat werken. Dus zeg maar in die software voor die laptop of voor die tablet en die telefoon is absoluut niet te zien waar hij eigenlijk aan het werk gaat. Of je moet met een meetlatje ernaast, met dat rastertje van een centimeter bij een centimetertje gaan meten. En dan kom je in de buurt. Ik zeg niet dat je er helemaal komt, maar je komt er in de buurt. Die software is ook heel erg beperkt. Als je dit zou gaan vergelijken met Lightburn, dan vergeet het maar. Je kan het eerder vergelijken richting Gerbil. Ja? Super slecht voor een apparaat van deze prijsklasse. Dan is die aan te sluiten zelfs op de wifi thuis. Ja? Je kan hem dus via een vaste IP-adres en via de WPS aan je router hangen. Dat kan je doen. Alleen de software zeg maar, voor op de PC, die is zo mogelijk nog slechter. Ja? Dan moet je dus echt gaan werken met open source software die dusdanig slecht is, omdat die nog steeds in de alpha versie zit. Ja? En ja, echt, het is niet te geloven. Het enige voordeel, nogmaals,
Er schijnt een Lightburn versie te komen, waarbij ons nog niet duidelijk is of die dan aangesloten gaat worden op dat kabelpoortje achterin, wat eigenlijk voor onderhoudswerkzaamheden is. Want dat hebben we natuurlijk wel geprobeerd, dat mogen duidelijk zijn. Hij ziet hem ook. Alleen ja, ik kan er geen goede software aan hangen. Ik kan dus niet zeg maar zeggen van ik zeg, geef jouw settings in Lightburn waardoor je draait. En dat doet hij dus niet. Dus hij ziet wel in Lightburn die COM-poort, maar hij ziet niet die laser aan zich. Dan, bij sommige telefoons en bij sommige Android-versies zal die permanente verbinding verliezen. Dat kan ook te maken hebben met de settings van de telefoon. Maar ja, de telefoon is nu eenmaal de telefoon en die moet niet onderhevig zijn aan de laser. En de laser moet onderhevig zijn aan de telefoon en niet andersom. Ja. Kortom dus, een apparaat met ruim 1600 euro op de boekel. Goede hardware, maar belabberde software. Is die dan slecht? Kan die alleen maar slechte dingen maken? Nou, dat ben ik dus even niet met je eens. Ik ga hier een houten plaat laten zien. Let niet op het lettertype. Het lettertype is niet alles. Maar je ziet, de afbeelding is bijzonder fraai. Ik zal er nog één laten zien. Maar ik ben wel met dit apparaat op dit moment alleen met hout bezig geweest. Want andere materialen, ik durf het om verschillende redenen op dit moment niet aan. Maar kijk, hij maakt dus wel degelijk hele mooie afbeeldingen. De HMS kopje onder. Ja. Of de hond. Kortom, mocht je een laser willen kopen, waarmee je ook naar een beurs gaat, zou ik op dit moment, zoals ik er nu tegenaan kijk, echt gaan voor een apparaat waar ik een omkisting omheen kan maken. Of waar een omkisting beschikbaar is om die te kopen. Denk aan Ortour, waar ik voor een 3.500 euro ook een omkisting omheen kan kopen. Dan ben ik waarschijnlijk beter af, goedkoper af in elk geval. En ik kan werken met veel betere software. Echter, aan de hardwarematige kant is dit apparaat wel ontzettend fraai. Cubio 2. Hij komt van de firma Muhertz in Taiwan. En er is nog heel veel te verbeteren. Eigenaar van het bedrijf waar ik werk heeft hem gekocht in een Kickstarter project. En hij heeft er spijt van en zou hem het liefst in de hoek gooien. Maar misschien, misschien het evenement wat ik ga bijwonen, want dat heb ik bewust gedaan. Ik ga dat bewust ook doen met dit apparaat om te kijken of het werkbaar is op evenementen. En als dat straks dan ook nog via Lightburn kan, ja, dan kan het wel eens het apparaat zijn zoals we dat daar willen hebben. Maar op dit moment krijgt het apparaat van mij een 5. En dat is halverwege de waarde van het gebeuren. Overigens, deze review nogmaals is dus niet omdat Cubio mij dat apparaat stuurt, want dat gaan ze echt niet doen. Dit is simpelweg een review van een apparaat wat ik thuis heb staan, omdat ik dat aan het testen ben voor het bedrijf waar ik af en toe voor hobby. En dit zijn mijn persoonlijke ervaringen met het apparaat na toch inmiddels al wel een maandje of twee daarmee werken. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Dat je het leuk vond om deze Cubio 2 te zien. Tot de volgende keer. Daag.